Totale waanzin. Dat het, al die mensen die dat aan tafel, al die tekeningen maken en dan toch zien dat het niet gaat lukken, is voor mij totaal waanzin. Het is, er is zoveel overlast en vooral 's nachts en ja, het is gewoon heel slecht uitgevoerd. Dat betekent dat we maandenlang in deze rommel, in deze zandbak, in dit moeras blijven zitten. Ik zag het al gebeuren dat het niet op tijd klaar zal zijn. Ik zie maar 3 mensen werken per dag. Dus geen wonder dat het niet op tijd af is. De bewoners zijn gedupeerd, de middenstanders zijn gedupeerd. Het is een litanie van ellende. Ja, het is één grote bende. Last, viezigheid, stof, lawaai. En nu zitten we nog steeds in een dump de komende paar maanden.